Omroep EO maakt een documentaire over het bombardement op Nijmegen. Ooggetuigen zijn ontroerd tijdens de voorpremière. Later deze maand is het alweer 80 jaar geleden dat Nijmegen werd getroffen door het bombardement. Ter gelegenheid hiervan heeft de Evangelische Omroep een documentaire gemaakt over deze dag in 1944 onder de naam De Middag van 44. De documentaire zal in de avond van 22 februari op de NPO worden uitgezonden, maar donderdagmiddag was er alvast een voorvertoning. Speciaal voor de ooggetuigen van dit bombardement werd de documentaire getoond in de schepenhal van het Nijmeegse stadhuis. Het was een emotionele middag voor de inmiddels op leeftijd zijnde overlevenden van het bombardement. Het regent bommen in de wereld. En de mensen rouwen om de doden die daarbij vallen. Op mijn geboortegrond en op andere plekken op aarde. Buitengewoon indruk gemaakt. Ja, ik kom er zelf ook in voor. En alle gedachten komen altijd boven toe nu. Hè. En nu komen alle gedachten weer naar boven. Hoe is dat voor u dat alles weer zo terugkomt? Nou, ik sta ervan te kijken dat ik nog zoveel dingen kan herinneren. Want ik woon nog 95. Het was 15 jaar toen in de oorlog. En ik vind het een keurige documentaire. Ik vond het een uitstekende documentaire, ja. Wat ik goed vond was dat het eigenlijk al, dat de getuigen continu aan het woord waren. Meestal is bij het documentaire zijn de getuigen maar een klein onderdeel en is het gebeuren staat centraal met heel veel buitenstaan. Maar dit was echt gesproken door al die verschillende mensen. Ze zijn allemaal zo verschillend. Nou, ik ging er vrij open in. En mijn schoonzoon zei in de auto, ben je nerveus? Ik zei, nee. Ik zeg alleen een beetje spannend wat je te wachten staat. Want zoiets maak je niet iedere dag mee natuurlijk. Maar toen ik mezelf een paar keer gehoord had en in beeld had gehad. En de verhalen van die andere mensen. Dat ik dacht, goh, we hebben eigenlijk allemaal hetzelfde verhaal in onze eigen bewoordingen. We hebben het allemaal op dezelfde manier beleefd. Want ik was toen de tijd 14, bijna 15. En dan denk je van, ja, is een beetje pubergedrag. Maar nee, het is gebeurd zoals het gebeurd is. En ik heb het ook echt zo beleefd. Ik heb nog wel eens aan mezelf getwijfeld. Ik heb ook heel lang getwijfeld of ik hier wel aan mee wilde doen. Maar ik heb 4 achterkleinkinderen. En dan denk ik van, ja, cijfer jezelf nou eens even weg. En realiseer je nou eens dat dit moet voor de toekomst bewaard blijven. Dit moet de geschiedenisboeken in. Want Nijmegen heeft zo'n verschrikkelijk groot litteken te verwerken gehad en nog steeds. Dat mag niet vergeten worden. En waarom vindt u het belangrijk dat het nog verteld wordt? Dat de jeugd het weer weet hoe het was? Ja, hopen dat ze daar de lering uit trekken. Er is op een gegeven moment een jongen die zei tegen mij van, ja, maar mevrouw, hoe komt nou oorlog? Nou, ja, ik probeer altijd overal antwoord op te geven. Maar ik denk, ja, hoe moet ik dat aan kinderen vertellen van 10, 14 jaar? Dus ik denk, wat moet ik nou zeggen? Ik denk, mijn god. Ja, dan denk ik, ik zeg, wat moet je horen? Ik zeg, weet je hoe dat komt, de oorlog? Als jij een vriendje hebt en die hoort niet meer zo aardig en dan maak je ruzie mee. En dat vriendje heeft ook een broertje en die is met dat vriendje, die gaan tegen jou in. En jij pakt ook gauw jouw broertje erbij. En dan heb je al twee verschillende mensen. En zo ontstaat oorlog. Want het zijn altijd mensen niet met elkaar overweg kunnen. Oud-premier Dries van Acht is overleden. De CDA-corrivé die de laatste jaren in Heijerlandstichting en daarna in Nijmegen woonde, werd 93 jaar. Van Acht werd geboren in Geldrop. Hij was van 1977 tot 1982 minister-president van Nederland in 3 achtereenvolgende kabinetten. Daarvoor was hij minister van Justitie. Hij is afgelopen maandag al overleden en vandaag begraven.
De gemeenteraad van Mook en Middelaar heeft besloten Inge van Dijk voor te dragen als nieuwe burgemeester van de gemeente. Van Dijk is momenteel raadsgriffier in Zevenaar en woonachtig in Nijmegen. De voordracht is donderdagavond na een besloten raadsvergadering bekendgemaakt. Van Dijk volgt burgemeester Willem Grades op, die per 1 juni met pensioen gaat. Burgemeester Bruls van Nijmegen heeft een zilveren Waalbrugspeld uitgereikt aan professor Han van Krieken tijdens een afscheid van de Radboud Universiteit. Professor van Krieken is van mei 2016 tot september 2023 rector magnificus geweest van de Radboud Universiteit. Hij ontvangt de speld voor zijn langdurige inzet voor de Nijmeegse gemeenschap. De politie is op zoek naar een jonge vrouw die zich Kelly noemt. Ze helpt criminelen die nietsvermoedende rekeninghouders geld aftroggelen door zich aan de telefoon voor te doen als bankmedewerker. De jonge vrouw dupeerde een inwoonster van Nijmegen voor 3000 euro. Kelly haalde er bij haar een telefoon op waar volgens een bellende bankmedewerker een virus op zat. En dat moest eraf. Kelly wordt ook gezocht voor een poging tot oplichting in Zwolle. Bij een man van 77 jaar haalden ze bankspullen op, maar de man blokkeerde daarna snel zijn rekening. Hij bleef daardoor schadevrij. Ja, het is zover. Dit weekend barst het carnaval dan echt los. In Druten is vandaag de aftrap gedaan met een kleintje carnaval. Een optocht door het centrum van leerlingen van basisschool De Kubus en speciaal onderwijsschool De Kom. De optocht werd voorafgegaan door de jeugdraad van De Blauwe Bok. Wat zijn jullie aan het doen hier? Carnaval aan het vieren. Ja, en wat zijn jullie aan het poetsen tussendoor? Nou, eigenlijk iedereen. Alle mensen en palen en zo. Ja. Oh, tussendoor, terwijl je loopt, ga je de boel een beetje poetsen hier. Ja. Wat heb je allemaal bij je om te poetsen? Nou, een wc-borstel en er zit allemaal spons op onze sport. Oh, okay. En dan wordt het een beetje schoon? Ja! Ja, zeker. Dus jullie doen het werk hartstikke goed. Ja. Nou, we hebben hier nog. Dank je wel. Een straatje schoonvegen. Ja, doei. Alle klassen van De Kubus hadden een thema. Er was onder andere politie, aandacht voor poep op de stoep, disco-liefhebbers en De Kom gaf kleur aan de optocht. Elke klas maakt er een feestje van, een themaatje. En op die manier geven we zeker de optocht kleur. Nee, zijn jullie dat ook? Nu allemaal achter elkaar gaan staan. Het is nu tijd voor de... Een optocht is voor de leerlingen van De Kom een hele beleving. Heel spannend, om heel eerlijk te zijn. Maar ook wel heel erg fijn om hier aan deel te mogen nemen. Er staan ouders langs de kant. Er zijn heel veel belangstellenden die naar ons zwaaien. Dus ik denk dat ze het fantastisch vinden, maar ook een beetje spannend. Het begon vandaag allemaal wat nat, maar uiteindelijk trokken de buien weg en was het vaker droog. Dat beeld zal ook in het weekend voortzetten. Morgen verloopt de dag voornamelijk grijs. In de loop van de middag of het begin van de avond wordt de kans op regen groter. Het wordt daarbij zo'n 13 graden. Zondag zijn er verspreid over het land enkele buien, maar is er van tijd tot tijd ook ruimte voor de zon. Ook maandag en dinsdag blijft het nog licht wisselvallig, maar later in de week blijft het vaker droog. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van vrijdag 9 februari. Ook het komende weekend is RN7 nog bij 13 carnavalsoptochten aanwezig in de regio. Deze reportages zullen in of vlak na het weekend terug te zien zijn op ons YouTube-kanaal. Voor nu een heel fijn weekend, voor sommigen een fijne vakantie en wij zijn er maandag weer.